Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik open hem even zo, want ik heb geen idee hoe laat het nu bij jullie is en op welk moment jullie nu mijn video kijken. Ik open hem even bij deze, aangezien ik weer geen opening heb gemaakt voor mijn vlog. Ik heb ook geen idee hoe ik alles heb gefilmd. Ik heb echt maar een beetje een dotje gedaan, zie ik. Ik heb beelden gemaakt van de afgelopen 3 weken. Die heb ik allemaal in 1 video weer lekker gepropt. Nu ben ik wel weer helemaal bij. Na deze 3 weken in 1 video vlog. En dat vind ik ook wel chill voor mezelf. Zodat ik weet waar ik allemaal ben gebleven. We gaan nu gewoon beginnen. Veel plezier met het kijken van deze rommelige video. Ik heb deze gevonden voor een vakantie. Heel leuk rompertje. En we zijn nu in een babykledingwinkel in Breda. En ik ben met Sunny. Hey San. Ik heb een nieuw winkeltje ontdekt. We zijn het even binnen geweest. Jessie had net een mooie zonnebril op. En ik heb mama date. Wat heb jij gekocht? Ik heb een vakantiesetje gekocht. Oh, want we gaan op vakantie. Ja. Ik dacht ik neem San gezellig mee naar Mr. Moos. Hele marathon. Hele marathon aan het lopen met de beige kinderwagen. Hij slaapt wel. Maar goed, ik neem haar mee naar Miss Moos. Is er gesloten? Wij naar het Sasje. Ook het gesloten. Ook gesloten. Kijk ons lopen. Hè? Een paar jaar geleden shotjes op de strip in Jorette Mar. Ja, echt zo, hè? En nu allebei met hun kinderwagen. Wie had dat gedacht? Wij zitten in Bobby's Bar. Nou, cheers, hè, Bob. Cheers. We hebben even lekker een salade, maar we komen niet eens aan eten toe. We hebben even van baby gewisseld. Ik heb even lekker de flesje gegeven. Ja. En San en Jess zijn even aan het spelen. En het eten, nou de salade is natuurlijk al koud. Even een schone luier aan, hè, vriendin. Kijk, echt super handig. Ze hebben zo'n verschoningstafel. Hebben ze in het toilet. Dus die kan je zo uitklappen. En dan kan je zo je kind verschonen hier. En het is hier nog gezellig ook met die discolampen. Goed naar en Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik eet even een banaantje. En ik drink even een bakje koffie. En ik eet even een lichaamkoekje. Ik ga zo trainen. Maar altijd in de vroege ochtend. Nou, het is nu 9:30. Ik kan nooit zo echt heel erg veel eten. Althans, niet een hele super maaltijd. Normaal eet ik wel yoghurt met granola, maar dat is er nu ook gisteren geen yoghurt meer gehaald. Meestal eet ik van die soja yoghurt van Alpro, maar goed, die is nu op. Dus nu zit ik aan een banaan. Ik ga zo meteen trainen om 9:15. Nog 2? Laatste? Hey, je maakt me nu al dacht. Je kan het? Focus? Taal voorbereiden? Ja. Oké, let's go. 1. Netjes. 2. Kom op. Focus. 3. 4. 5. 6. 7. Kom op. 8. 11. Laatste? Yes. Laatste? Ik heb die kleine net verschoond en ze heeft net al een flesje gehad van oma. En we komen ook net van de andere opa en oma vandaan. Want
Schoonmoeder is vandaag jarig, dus we waren even gezellig een gebakje doen. En we zaten daar met de familie, erg gezellig. En nu zitten we alweer bij de andere familie. Ze is nu best wel actief, maar het komt omdat ze lekker in de auto heeft geslapen. Maar goed, ik heb mijn trolley hier naast me liggen. Die ben ik even aan het uitpakken. Ik heb morgenochtend al om 9:30 een training van L'Oréal, Kanye en van Essie. Dus ik moet daar dan vroeg zijn. Nou ja, vroeg 9:30 is dat heel vroeg. Valt op zich wel mee. Eigenlijk best wel een lekkere tijd. En Jessie die heeft hier de 24/7 grandmother die op haar gaat letten. En Claire is met Colin nu alweer op wintersport. Dus ik heb haar niet eens gezien. Die ga ik wel missen. Ja, mijn zusje en ik zijn altijd wel echt dit. Al helemaal als ik dan hier ben, dan zijn we echt elke dag samen natuurlijk. Maar dat hebben we al vanaf kinds af aan. En als de een dan op vakantie is, dan vindt de ander het nooit zo leuk. Wat dat betreft lijkt het wel net een tweeling. Ja, en zie je tante Claire pas volgende week, hè? Ja. Zie je pas volgende week. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En wij zijn allebei in het la la lila. Ik heb een lila of shoulder truitje aan van de webshop. En Jessie heeft een leuk pakje aan van Temu. Leuk, hè? Kijk, wow. Ook een leuk broekje, hè? Shake it, shake it, shake, shake. Nou ja, en ze heeft ook leuke paarse sokjes aan. En dan zit ik aan de eettafel met mama en we eten lekker een croissantje met jam. Dat is wat ik hier altijd eet als ik hier ben. Nee, dat ruimt. Dit doet ze ook heel de tijd met die onderlip. Mooi, hè? Ik doe je gek met je onderlippie. Ik ben Noop Hotel en willen je onze brands en de nieuwe merken presenteren. Zijn jullie een beetje een idee? Het is inmiddels alweer avond en ik heb dus niet meer gevlogd. Ik ben ook maar heel even bij die training geweest net van L'Oréal. Maar heel eerlijk gezegd was ik niet eens bij de training van L'Oréal, maar ik kreeg alleen een soort van... Oh, hier is Jessie trouwens. Maar ik was alleen bij een soort van cursus over TikTok. En over hoe samenwerking en zo allemaal gaan. Maar goed, daar weet ik eigenlijk al best wel wat van. Dus ik vond het niet heel erg interessant. Maar ik vond het wel leuk om toch wel even aanwezig te zijn. En ook om wat tips mee te krijgen over bijvoorbeeld TikTok van andere grote TikTokkers die er net waren. Dus dat vond ik wel leuk. Maar goed, ik ben ook OG geworden net. En kreeg al een beetje last van mijn buik. Ik zat er niet zo lekker in en ja, ik wilde ook gewoon heel graag weer naar Jessie. Dus ik ben eerder weggegaan. Net heb ik even wat Vinted pakketjes ingepakt. Het is een beetje rustig, dus ja, en ik voel me ook gewoon zo'n irritante vrouwelijke periode gedoe. Het is eigenlijk lekker chillen en het regent ook heel de tijd. Ik zit alweer te kijken voor vakanties. Het is zulk deprimerend weer. Ik trek het niet meer met de regen. Hè, Jessie? En Jessie is alleen maar aan het brabbelen nu. Ze maakt echt vet veel geluid nu. Dus dat is echt super leuk. Ze zit echt op de praatstoel. Ga je ze vertellen? Wat ga je vertellen? Over 5 dagen is ze officieel 4 maandjes. En dan gaan wij echt beginnen met hapjes. Hoe heet die mensen ook weer van het consultatiebureau? Nou, in ieder geval, zij raden aan om dan eerst met bijvoorbeeld gepureerde wortel te beginnen. Omdat het best wel zoet is. Een zoete groente is. En niet te snel met fruit. Want omdat fruit zoet is, gaan zij misschien eerder aan fruit wennen dan aan groente. Ja. Dat worden dan oefenhapjes die ik dan tussen de flesvoedingen door moet geven. Of nee, eerst alleen even in de ochtend. En dan bouwen we het volgens mij zo op. Nou, maandag ga ik weer naar het consultatiebureau. Dus dan hoor ik daar wel even wat meer over. Word je echt een grote meid, hè? Ik vind haar zo groot al.
En net had ze die strik om. Maar goed, die moet niet te lang op haar hoofd. Want ze krijgt zo'n hele afdruk hier op haar hoofd. Dus die moet ik, als ze een strik om heeft, moet ik die gewoon voor heel even voor de foto of even voor bezoek. Maar daarna moet die gewoon weer af. Net had ze hem iets te lang op haar hoofd. Volgens mij is dat ook niet heel goed. Dus die is nu af, die strik. Ben je een boekje aan het lezen? Ben jij een boekje aan het lezen, kleine meidie? Ja. Tummy time vindt ze niet altijd leuk, maar kijk, met zo'n boekje erbij dan werkt dit wel. En soms raakt ze ook wel erg gefrustreerd hoor, met tummy time. Dus ik moet er wel echt een goed moment voor kiezen, dat ze er even zin in heeft. En ik moet haar af en toe ook even helpen. Zo. Is dat een mooi boekje? Heb jij een mooi boekje? Ga je boekje lezen? Over Goni de Eend. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Hup. Alles meteen in de mond. Moet niet in je mond. Boekje lezen. Het is vandaag donderdag en mama en ik zouden eigenlijk naar de Bijenkorf gaan, maar... die hond, die kon me er toch aan gestort. Maar ik ben echt heel erg ongesteld geworden vandaag. Of nee, ik ben gisteren ongesteld geworden. En nu voel ik me echt heel erg OG dus. En ik haat dit gevoel echt. Sinds mijn bevalling is mijn menstruatie zeg maar nog heftiger geworden. Ik bloed heftiger. Ik voel me wat, ja, voelt je gewoon... kut. Letterlijk en figuurlijk. Ik kan wel eigenlijk heel de dag gewoon in mijn bed liggen. En al heel de dag gewoon in bed liggen. Het is wel echt heel... Auw! Als ze trekt aan mijn haar. Er zit me toch een kracht in haar. Los. 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 Sjaan heeft even een brutale uurtje. Die is weer helemaal lijp. Vandaag doen we het maar even rustig aan. Dan moet ik me er iets meer aan overgeven. En dan gaan we morgen wel even naar de Bijenkorf. Maar ik weet niet of sommige vrouwen het van jullie ook hebben. Dat je na de bevalling dan weer na maanden weer dus OG wordt. En dat het dan heel, anders is als daarvoor. Het voelt veel heftiger of zo. Echt irritant. Dan is het ook even maar 1 of 2 dagen. Dan zijn die heftigste dagen al wel weer voorbij. En dan duurt het ongeveer 5 dagen. Ja, vervelend. De zon schijnt, dus wij gaan even lekker buiten wandelen. Dit jasje, herkennen jullie deze nog? Die heb ik toen gehaald in de Zara. En deze is van 3 tot 6 maanden. Dus nou kan ze deze wel aan. Nou, hij is nog wel een beetje te groot voor haar. 4 dagen, 4 maanden. Yippie. Wat kijk je boos. Liefst lig ik heel de dag in bed. Oh, doe ik die knoopjes verkeerd. Ik moet even Alivee halen. Dat is wel mijn reddingsmiddel voor vandaag. Wij zijn bij tante Jamila en tante Noora. Nou, Jamma, vertel eens, wat heb je gemaakt? Butter chicken. Butter chicken. Indiaans. Indiaans. En, wat? Zei ik Indiaans? Ik dacht dat je zei Indiaans. Indiaans is het toch? Ja? Volgens mij is het Indiaans. Oh, Indiaans. Ik zeg Indiaans. Indiaans? Oh. Ik ben met pap en mam in de Bijenkorf. Gezellige familieuitje. En ik ga eindelijk mijn horloge ophalen. Lekker, mam. Heel. Of lekker. Welke is het? Die is die. En die is deze. Oh. Er zit denk ik een lelietje van daar alleen. Nou, ik heb een om.
Hij is echt heel mooi gepoetst ook. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlogje. Jessie breng ik naar haar opa en oma in Bavel. Gaat ze gezellig daar chillen en spelen. En ik breng Sjaan daar trouwens ook naartoe. Gewoon een simpel outfitje aan, een zwarte body met mijn riem die ik echt altijd om heb. En deze broek is van Gina Tricot. Ik wilde hem eigenlijk te koop zetten, maar ik trok hem aan en dacht ik, nee, ik vind hem eigenlijk toch best wel leuk. Er zit een klein glinstertje. Ik ga naar Camera Express, want ik heb een vlogcamera op het oog. Een nieuwe Canon. Dus die ga ik even halen vandaag. Of even, die ga ik kopen vandaag. En dan kom ik thuis, moet ik even een samenwerking opnemen. Dan heb ik even lekker mijn handen vrij, want ik ben even helemaal alleen. Vind ik eigenlijk ook niet erg, dan kan ik lekker mijn ding doen. En ik vind het voor Jessie ook wel heel gezellig als ze bij haar opa en oma is. Die kleine bij opa en oma afgezet en ik heb deze camera net gekocht bij Camera Express hier in Breda. En ik ben echt super benieuwd naar deze vlogcamera. Ik heb heel veel TikToks heb ik hierover gezien. Er zit ook een microfoontje bij. En dit is zo'n houdertje. Ja, een hoesje. En geen idee wat dit is, een lens. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga deze installeren. En ik zit in de auto met Niek en wij zijn aangekomen bij de Mediamarkt. Ik film nu trouwens met mijn nieuwe vlogcamera. Ik ben echt heel erg benieuwd wat de kwaliteit ervan is. Ik heb hem even geïnstalleerd. Wat een schattig dingetje. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Ja, jullie kunnen niet eens zien hoe het eruit ziet, maar ik zie hoe het eruit ziet. Wacht, ik maak er even een foto van. Dan laat ik het zien op mijn telefoon. Kijk, dit is nu hoe ik aan het vloggen ben. Wat een schattig cameraatje. Oh mijn god, wat leuk zeg. Gelukkig ben jij ook net zo enthousiast als dat ik ben. Het vlogt wel heel anders dan mijn normale camera. Lekker compact ook. We zijn in de Prenatal, want in de Mediamarkt hadden we niks te zoeken. En we hebben dit leuke rompertje voor Jessie. Ik heb niks meer mogen kopen, maar goed, gaat wel mis. En dit leuke pyjamaatje. En deze slaapzak, want die slaapzak vinden we echt heel handig. Die hebben ze allemaal uitverkoop. Er zijn echt van die volwassen mensen die nu lekker koffie en cake nemen op de woonboulevard. Hey Sjaantje. Hallo Kate. Hallo. 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 Je mama is er ook. Hey. Hallo. Ja. Was het gezellig met oma? Ja, het was gezellig. Was het gezellig? Lekker gewandeld. Oh. Oh, ja, ze kon wel lopen. Ja, dan hebben we allemaal gereden achter elkaar. Doe maar. Wij zijn buiten, we gaan naar de stad. We gaan om 5 uur uit eten. Het is echt super mooi weer. We zijn echt heel erg laat buiten. Want het is namelijk al iets over 4 uur. En anders gaat het om 5 uur dicht. Ik kan beter een baan van maandag van tot vrijdag van 9 tot 5 hebben. Ik kan op zondag nog wat leuke dingen doen. Met je independent work. Ik wil daar zondag gewoon werken. Want ik moest iets filmen net. Ik kan nou pas buiten, het is 4 uur. Ja, ik vind het ook echt heel zonde. Zogenaamd chill leven, influence leven. Hey, helemaal zondag is er aan. Ja, nee, op zondag moet er ook gewerkt worden. Oh, het zonnetje schijnt. Echt super lekker weer. Wij zitten bij Confuego, echt onze favoriete tent van Breda. Vorige week waren we in Maddox, maar we hadden meteen spijt dat we niet hier naartoe zijn geweest. Nou, ik had heel veel spijt. Ja, Niek had heel veel spijt. Ik vond het wel prima, maar Niek die dacht, help, ik moet naar Confuego. Dus nu zitten we hier. Nou, cheers. Het is
is vandaag maandagochtend. Ik ben aan het ontbijten, want ik heb om 8:30 personal training staan. En na de personal training heb ik een afspraak met Jessie bij het consultatiebureau. En daarna heb ik mijn nagelafspraak staan, want kijk, het is echt heel erg. Ik kom thuis en ik ben een shakeje aan het maken van eiwitten, kokosmelk, pindakaas. En ik heb ook een beetje cacaopoeder erin gedaan. Ik doe ook een beetje havermout in voor de dikte. Nou, met Jessie is alles net goed gegaan. De centimeters en de gewicht was allemaal op orde. Blijft toch wel gek, hè, dat je dan één keer in de zoveel tijd naar het consultatiebureau moet gaan voor een hele check. Kijken of je kind niet wordt afgekeurd. Ja, het blijft wel apart. Maar goed, het geeft voor jezelf ook wel weer een heel goed gevoel dat je het als moeder zijnde dan ja, toch wel goed doet. Het is wel een bevestiging voor jezelf van oké, wij doen het wel goed als ouders. En ik vind het ook best wel prehistorisch dat je letterlijk een boekje mee moet nemen. Nou, ik was het natuurlijk de eerste twee keer vergeten. Dus er staan alleen gegevens in van vandaag. Dat is eigenlijk ook wel stom. Maar goed, ik heb nog wel gegevens van de vorige keer hier op een briefje staan. Dit was van 4 weken geleden. En hier staan nu gegevens in van vandaag. Dus ze is nu 62,95 gram. Lengte 61,1 centimeter. Hoofdomtrek 40 centimeter. Maar ja, ik ben niet zo goed met boekjes meenemen. Dus ik moet het wel standaard meteen in de tas gooien als ik weet dat ik de volgende dag daar naartoe ga. Ik stap de auto in van boodschappen. Het is echt zeik weer. Gadverdamme. Oh, het is ook koud en regent. Ik moet echt op vakantie. Ik heb mijn nageltjes gedaan. Ze zijn lekker rood. En kort, helaas. Want er waren echt superveel afgescheurd. Dus ja, ze moesten wel allemaal op één lengte. Maar ik vind het wel een keertje leuk dat ze rood zijn. Ik moet altijd even... dat ze of nude zijn voor een periode. Dan even een leuk kleurtje, dan weer nude. Dan weer een kleurtje, dan weer nude. Ik kan niet heel de tijd een kleur, maar ik kan ook niet heel de tijd nude. Er moet zeg maar een beetje afwisseling in zitten. Zo, ik heb niet meer gevlogd. Ik weet ook even niet meer waar ik ben gebleven met mijn dag. Maar goed, ik heb net pasta gemaakt. En ik kom net van buiten met Sjaan. En het waait enorm. Het is net een Noordpool. Ik weet niet of het op de Noordpool wel waait. Ja, tuurlijk waait het wel op de Noordpool. Wat is het dan alweer voor dom? Ja, ik heb even lekker een pastaatje gemaakt. Het was echt super lekker. En ik doe deze saus er meestal doorheen. En hier gaan wij echt wel lekker op. Met gehakt aubergine, tomaatje, parmezaanse kaas. En dan ben je echt een baas. Ja, Sjaan? Tegenwoordig koop ik deze toetjes met proteïne erin. En dit is een nieuwe smaak. Hazelnoot macchiato. Althans, ik weet niet of dit een nieuwe smaak is, want ik heb deze nog nooit gegeten. Maar voor mij is die wel nieuw. En Niek vindt het opeens ook lekker, wat ik niet eens wist. En die wil het opeens ook gaan eten, wat ik niet eens wist. Dus die eet mijn toetje nu gewoon op. En je hebt er toch zelf ook nog één? In plaats van dat je aan mij denkt, dat je ook van mij denkt van... Oh, ik zal voor mijn vent ook eens een keer een lekker toetje meenemen. Ja, maar jij zegt dat je geen pudding... Ik maak toetjes voor jouzelf en dan moet ik dan gaan kijken hoe jij het voor jezelf aan het opeten. Maar liefje, ik ben toch jouw toetje? Gelukkig hebben wij elkaar nog een Jessie, want... Oh, je moeder sluit ons helemaal buiten gewoon. Wie zijn wij überhaupt nog? Wat doen wij hier nog? Ik zeg net, ik ben jouw toetje. Ik ben mijn toetje? Ja, ik ben jouw toetje. Dus ik hoef er niet één mee te nemen vanuit de supermarkt. Dat vind ik wel een slap excuus, Jessie. Dat is maar een slap excuus. Maar goed, ze heeft net nog de flesje gehad. En we willen eerst nog even de reunie van echte meisjes kijken. Dus die gaan we eerst even opzetten. Het is echt hazelnoot met macchiato. Ja, deze ook, man. Zag ik precies naar wat erop staat. Ja, deze ook. Wauw. Wow, dan heb je wel echt goed gedaan. Dan ben je wel echt een goede company, Melkunie. Ja. Good company, Melkunie. Aan de andere kant is het toch ook best wel logisch. Als er salted caramel staat, dan verwacht je toch ook dat die daarna smaakt. Maar hij is niet heel zout. Je kan toch ook geen Ferrari verkopen en dat die rijdt als een Fiat Panda. Dat kan, als er geen goede motor in zit. Ja, maar dat bedoel ik. Dan komt het dan zo raar. Nou ja, soms smaakt iets... Niet naar wat erop staat.
Dat heb ik ook met jou. Nou, hoe moeilijk is het? Dat heb ik ook met jou, snap je? Ik zag jou, maar jij proefde toch niet helemaal zoals hoe jij eruit ziet. Nee, ik proefde nog beter. Je had niet verwacht dat het zo lekker zou zijn. Ik snap het wel. 5 sterren hoor, hè. All inclusive? Kom maar dan. Gaan we even jouw luiertje verschonen, hè? Even je luiermandje aanvullen. Jij hebt wel echt een flinke poepie gedaan. Het stinkt. Zo hé. Ja, dit is echt een hele vieze. Super groen ook. Maar goed, het zijn nog alleen maar melkflesjes, poepjes. Maar, wauw, dat is super knap. Moet je kijken hoe goed jij dit kan. Wat ben jij super sterk. Je bent super Sony sterk. Je bent de sterkste baby van allemaal. En ben je nu aan het trainen, liever? Kijk nou wat goed. Kijk nou wat knap. Weer echt een model. En een mooie hert. Kijk nou wat een mooie boekje is dit, hè. Oh, een beer en een vis. Ga maar voelen. Ga maar voelen, wat is dit allemaal? Ga maar voelen. Goed zo. Ga maar voelen. Kijk eens. Ik vind het niet heel erg om vandaag heel dag alleen te zijn. Of alleen. Ik zeg heel vaak ik ben alleen, maar ik ben natuurlijk helemaal niet alleen. Ik heb gewoon de kinderen. Oh ja, dit heeft die mevrouw ook gezegd van het consultatiebureau. Dat ze niet te vaak mag staan. Want anders worden haar beentjes sneller sterker dan de rest van haar lichaam. En dat is het volgens mij al. De reizigers zijn weer aangekomen in Amsterdam. Hoi Sees. Hallo, eindelijk een keer met make-up op beeld in plaats van lelijk. Ja, daarom dacht ik pak nu mijn camera, want je hebt je net opgemaakt. Kan je even je mooie koppie vertonen? Eindelijk. Ik heb een lip combo opgedaan van Claire. Echt, waarom vinden vrouwen dit altijd, hè? Vrouwen vinden nooit dat hun haar goed zit. Dit is een lippotloodje van Morph, die heb ik van Claire net opgedaan. Ik vind het wel vrij donker, maar is wel mooi met de lip injection van Too Faced. Deze heb ik ook gehad. Deze prikt wel heel erg. Zo'n lip plump. Lip plumping. Even kijken in de spiegel. Dat is vrij donker, ja. Maar wel mooi. Ik heb een pakketje ontvangen van Gizou. Hey sis, ik heb een pakketje van Gizou ontvangen. Wat leuk, dat is toch van het... Van Negin, de influencer. En ze heeft een eigen haarlijn. En ik heb van Claire dus Gizou haarparfum gekregen van de kerst. Die vind ik echt ontzettend lekker ruiken. En nu heb ik dus een leuk pakketje van hun ontvangen. Producten zijn gemaakt van honing. Wat ziet het er mooi uit. Wil je een zacht gekookt ei? Ja, ik wil wel zacht. Haarmasker. Conditioner. Het ziet er altijd echt leuk uit. Kijk, binnenkant van het doosje. Allemaal bloemetjes. Vind je van mijn nieuwe camera? Leuk hoor. Schattig hè? Ja, dit is de Canon V10. Ik heb niet eens aan jullie verteld welke dit is. Maar ik heb hem wel al aan jullie laten zien, dus mocht je geïnteresseerd zijn. Ik vind alleen de kwaliteit foto's niet heel erg top. Oh, wauw. Dat is de haarolie. En dit is de leave-in conditioner. Het ruikt een beetje zoet. Maar het heeft niet echt een hele... Oh, jawel. Ruikt heel lekker. Ruikt naar die haarparfum die je toen aan mij had. De magie van haarolie. Dat je maar een heel klein beetje hoeft te gebruiken. En ik verpest de magie altijd weer. Ik liet net zien dat ik deze chocola van Claire heb gekregen. Die heeft ze meegenomen uit Oostenrijk.
En het doosje ziet er echt wel heel erg leuk uit. Gewoon de binnenkant van het doosje. Het geproefd. En hij is wel lekker. Niet zo lekker als bij Lindt chocola hoor. Och, ik ben een beetje moe geworden van het rijden net. Kijk hoe leuk die foto ik heb gemaakt met Sjaan. Oh, ik ga zo nog een koffie drinken. Kijk nou. Oh. Laat even zien. Kijk nou hoe leuk. Oh, baby. Claire heeft ons heel erg gemist. Ja. Ik kwam net aangereden met de auto. Ze stapt meteen de deur uit. Ze stapt meteen de deur uit en ze pakt Sjaan. En toen Jessie. Maar Sjaan die zit gewoon voorin natuurlijk. Ja, ik vind het wel lekker hoor. Ja, het is wel lekker. Ja. Maar ik hou meer van puur. Maar dankjewel. Is het puur? Nee, het is melk. Hoe durf je te zeggen dat het puur is? Het is helemaal zwart van kleur. Ja, maar dat stond er wel puur op. Het is niet puur. Dat zie je toch ook wel aan hoe het chocolaatje eruit ziet. Dat dacht ik hoor. Kijk nog dan. Nog één. Ja, lekker. Ja, zo. Alsjeblieft hoor. Zal ik het ook even voor jullie openmaken? Ja, heel hoog. Kijk, dit is geen puur. Ja, mag. Als Claire iets tegen Sjaan zegt, dan kan Claire nooit normaal praten. Wie wel tegen zijn hond? Ja, oké. Okay. Ik doe ook altijd zo, Cookie. En Claire praat zo. Ja, wil je een koekje? Kom, we gaan koekje. Sjaan, wil je koek? Hey Sjaan. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en wij nemen jullie vandaag gezellig mee op inkoop. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat er allemaal ligt en hangt. Ik zeg nu echt precies ligt hetzelfde. Ligt en hangt nog wel. Ik zeg nu echt precies hetzelfde wat ik net op de story zei. Ja, maar ja, het is toch weer vlog. Goeie. Daarom, we hebben een story takeover op bijvoorbeeld YouTube, Instagram kanaal. En, en ik neem jullie mee. Ja. Oh ja, gisteren heb ik eigenlijk niet meer zoveel gefilmd. We zijn gezellig bij oma geweest. Ik vind het wel echt bijzonder dat Jessie een overgroot oma heeft. Wij hebben vroeger ook een overgroot oma gehad. Ik niet. Toch? Oh nee, ja, ik nog wel, Claire niet. Het was de oma van mijn moeder. Dus ik vind het ook wel bijzonder dat Jessie dit nu ook meemaakt. We hebben wel een aantal dingen in ons lijstje staan die wij zeker weten willen halen. Oh god, het is druk, ja. Zoals een bomberjack, basic topjes, cargo jeans, een korte blouse wilden we ook halen. Het is wel even een beetje file tijd. Hoe kan dat? Het is 2:30. Ja, toen ik vanochtend wegreed ook al voor de brug. Ja, het is hier altijd druk, dit stukje. Zie je al wat dingetjes? Ja, nou. Oh ja, de tassen willen we ook wel een keer inkopen. Zo, dus echt heel erg lang geleden dat we hier hebben gelopen. Wel leuk. Ja. Echt weer zo'n leuke zussenuitje vond ik. Terwijl het eigenlijk gewoon werk is. En ik heb natuurlijk weer trek, dus we gaan eerst even wat eten halen. Kunnen we in je tas anders ook kijken? Juist ja, goed. Laten we ook voor de tas kijken. Ik vind het wel leuk. Wel schattig, ja. Dit wil ik echt voor Koningsdag. Oh, die is heel leuk voor Koningsdag. Het is nog helemaal geen Koningsdag. Maar... Over 2 maanden is het Koningsdag. Ja, ik vind het echt leuk. Nou, Claire en ik worden dus helemaal gek, want we vinden alles leuk. Het karretje is vol met allemaal hele leuke spullen. Dus wij lopen nu naar de auto toe. Op een gegeven moment moesten we echt zeggen van, we hebben genoeg. De auto zit volgeladen. Ja, we hebben hele leuke dingen ingekocht. Echt super leuke dingen. Morgen gaan we het allemaal laten zien. Het ging helemaal mis. We hadden een lijstje gemaakt dat we gingen kopen. Ja. En we hebben het dubbele gekocht. Dus... We kunnen ons niet aan lijstjes houden, maar we hebben... Heel slecht. Op zich waren we wel goed begonnen. Echt met een budget en een lijstje. En zeiden we, nee Joan, dit was op ons lijst. Maar ja, dat ging het heel snel mis. Dus... Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben mee aan het opmaken. Ik heb trouwens net even lekker getraind met mijn zusje. We zijn even naar de sportschool geweest. En vanavond rijd ik alweer naar Breda. En morgen breng ik Jessie naar mijn schoonmoeder. En vanmiddag gaan we gezellig lunchen met de moeder van Colin. Want zij is vandaag jarig. Het eindresultaat van mijn make-up look. Ik heb nog een lippenstift opgedaan van L'Oreal. Ik doe
altijd wel een setting spray over mijn make-up, zodat het goed blijft zitten. Ik heb deze van Old J. Gulson. Mist en fix spray met vitamine C. Ruikt super lekker. Claire is me komen ophalen en we hebben even wat tassen gemaakt met kleding die wij op de foto gaan zetten. Dat is echt lang geleden dat we samen... Hoi Claire Pronk. Bedankt. Ik heb een proteïnebreker meegenomen. Van Alpen zei ik, nee, niet meegenomen. Die heb ik natuurlijk betaald. En sorry als ik heel erg tril met mijn camera. Ik weet niet hoe ik dat kan uitzetten. Volgens mij trilt hij heel erg nu. Claire en ik zijn content aan het maken van alle nieuwe items die we hebben. Alleen nou ben ik echt een beetje dom. Want we hebben bijna alles al aangehad en ik heb nu niks gefilmd. Oh. Met mijn camera. Ja. Dat is wel zonde. Anders laten zien. Ik zet wel even allemaal foto's achter elkaar. Met alle items die we nieuw hebben. Dus je ziet ze nu allemaal hier verschijnen. En mocht je denken van, hey, dit vind ik nou echt tof. Of dit wil ik hebben. Ga naar www.my-sisterscloset.nl. En shop daar een leuke outfit. Dit zijn echt heerlijke basics. Kijk nou, wat een heerlijke wel. Set. Ja, die set is kijk, echt... Kijk, dit ga je inderdaad misschien niet doen als je uitgaat. Maar dit is toch... Kijk nou, het is toch hartstikke leuk? Ja, ik vind die set echt superleuk. En dan is het... Ik lijk gewoon of ik in mijn pyjama rondloop, maar... Maar het is eigenlijk wat gewoon het een... Het voelt zo, maar het ziet het er niet Het is best uit. Wel een luxe joggingpak. Ja? En we hebben deze ook in het beige. Dit is ook echt een heerlijk truitje. En we hebben deze ook in het groen. Superleuk. Mijn tweede schoonmoeder is jarig. Moeder van Colin. En we zitten nu gezellig in de Zuid in Mansmeer. Dit is al voor vrijdag. En Kari krijgt nu de cadeautje. Ben je helpen, Claire? Mooi, ja. Gefeliciteerd. Ja, heel mooi. Ik ben mijn moeder. Ik ben zelf ook. Oh, daarom kijkt ze zo. Ja, triest. Kooskoes. Het is heel erg triest. Geen eten. Een vestje. Wil je me even uitpakken? Ja hoor. Hoe werkt dat? Kijk uit voor het straks zit in de ogen. Ja. Ik ga gewoon naar beneden. Yes? Ja. Oh, leuk. Allemaal. Nou, dank jullie wel. Nou, als moet je even kijken hoe lekker het eten eruit ziet. Ja, toen Claire al die ballonnen nog zat, toen nog eten bij. Hallo, wat toen was Jessie. Ja, dat doet ze met ons thuis. Jessie die eet af en toe de tafel. Wat doe je nou, Gikkie? Je hebt net je flesje gehad. En we hebben lekker pannenstaart. Friet. Oh, aardappelsiet. Wij zijn back in Breda. Ik ben weer met mijn hele hebben en houden weer teruggekomen. Kiki is genoeg bezig. Hij zei laatst tegen mij, ik wil dat je geen chips meer voor me koopt. Kun je niet wat groenten voor me halen en iets erbij? Toen heb ik groenten voor hem gekocht met hummus. En sindsdien eet jij dit nu elke avond. Nou, dit is mijn derde dag op rij. Maar ik vind het wel heel erg schattig hoe jij dit snijdt. Ik heb een man dit echt nog nooit zien doen. Nou, best netjes, hè? Nou ja, misschien wel chef Cox of zo, maar ik vind het wel heel netjes. Jij bent wel netter dan ik denk. Ik ben wel slordiger. Ja, jij bent gewoon eigenlijk maar een vies ding hoe jij... Hoe gaan we? Maar ik heb gewoon rust. Ik denk dat dat het meer is. Als ik iets maak, dan wil ik het gewoon leuk hebben liggen. Wat zei je nou net? Jij wilt zo snel mogelijk weer terug hier in de woonkamer zijn. Klopt. Dus jij komt eraan, pap, ik hoor daar zak kapot scheuren, dingen op de grond vallen, mes klink, klak, klank, heb je dingen gezien? Dan kom ik terug, lig als helemaal één vuilnisbelt op elkaar, saus er overheen gesmeten. Nou, ik wil gewoon dat het heel snel klaar zijn met dingen. Ik heb geen geduld voor. Ja, maar jij weet ook dat ik over het algemeen best snel ben. Alleen ik vind dit gewoon... Maar het is lekkerder als je het toch zo krijgt. Er zit een beetje liefde in. Ja, smaakt het dan nu extra lekker? Ja, in mijn gevoel wel. Oh, maar die pitjes haal je er dan niet af van die paprika? Nee, die zijn juist gezond. Hè? Huh? Ja. Wist je dat er dan een paprikaboom in jouw buik groeit? Dat wou ik net zeggen. Ik zweer. Ik heb deze knuffel besteld op bol.com. En Jessie vindt deze echt heel erg leuk. Ze ging net helemaal lachen. Ze doet haar mond steeds open als ik met die knuffel kom.
Het komt door al die figuurtjes en bepaalde stofjes die erop zitten. Dus dit is echt een aanrader. Bol.com besteld. Ik zal even opzoeken hoe die heet. Kijk eens. Ik ben Bella erbij. Staan wij zij aan zij. Zo hoor ik net in de keuken. Ik ben Bella erbij. Ik ben blij. Samen staan we zij aan zij. Het is nooit zij met mij. Ik ben erg leuk, want ik ben Bella erbij. Oh, vind je nu opeens niet meer leuk? Maar je moet eten. Ja, dan is niks leuk. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik breng Jessie zometeen naar de oma. De nageltjes van Jess die groeien zo snel. Ik moet ze eigenlijk gewoon om de 3 dagen knippen. Ze zijn nu wel heel erg lang geworden. Laat eens je nagels zien. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, zie je jezelf, schatje. Kijk. Ik weet niet of je ze kan zien, maar ze zijn vrij lang. Ik vind het niet eng om ze te knippen. Ze blijft best wel rustig. Ik zuig zo meteen die nageltjes wel even op. Nee, 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 Sjaan. Echt heel lief dat je erbij wilt zijn, maar Sjaan die wil altijd aan haar likken. Dat mag niet. Dat vind ik vies. Ze blijft altijd echt super rustig. Dus ik haar nageltjes... Zo, pardon, hé. Ze heeft net wat gegeten, dus ik moest nog even een boertje laten. En dan ga ik de luier verschonen. Zet ik haar in de car. En dan gaan we rijden naar opa en oma. Ik had eigenlijk ook zo'n elektrisch veldje gekocht. Maar die elektrische veld die was wel heel scherp. Pardon. Dus die heb ik niet gebruikt. Ik deed gewoon zeer aan je nagel. Kijk maar, ik ben heel snel. 1 handje is nog gedaan. Dan gaan we door naar het andere handje. Nagels vliegen in de rondte. Stofzuigen zo meteen. Nails are done. Woo! Ik ben gezellig een rondje lopen met mijn schoonmoeder. Met Jessie en Sjaan. Ik krijg even een rondleiding door Bavel. Waar ons Nietzke vandaan komt. Waar hij geboren is. Waar hij geboren is, inderdaad. Een heel mooi dorp hoor. Even pauze. Ik kom net van de supermarkt. Ik heb een bordje pasta voor mezelf gemaakt met spinazie en gerookte kip en parmezaanse kaas. Dus dit is even mijn lunch. Of lunch, het is al 4:30. Maar goed, ik moest nog even eten. En vanavond ga ik pas om 8:00 uit eten. Dus dat is wel laat. En dan heb ik gewoon wel trek om 6:00. Dus ik dacht, als ik nu gewoon even lekker een bordje pasta eet, dan zit het wel even goed totdat ik uit eten ga. Ik ben het echt niet gewend. Het is hier zo stil. Oh, joh, je hoort gewoon even helemaal niks. Ik ga na mijn bordje pasta wel even naar de auto schoonmaken. Want ik moet mijn auto echt even poetsen. Het is echt vies. Vooral aan de binnenkant. Buitenkant valt op zich wel mee. Maar het is wel mooi als mijn auto een beetje shiny is. En daarna ga ik de kleine ophalen. Ik heb me klaargemaakt voor de avond. En dit is mijn outfit. Ik draag dit tasje. Ik draag dit blouseje. Deze is van onze nieuwe collectie. Deze oorbelletjes, die hebben we ook nog op de webshop. De Sparkle Kate oorbellen. Dit is gewoon mijn spijkerbroek van Nikki, die ik eigenlijk heel vaak aan heb. Maar dit is echt mijn favoriet. Deze hakken zijn van Steve Madden. Heb ik 1 keer aangehad met Oud en Nieuw. Ze zijn alleen niet meer zo mooi, omdat ik ze toen echt heb verpest met Oud en Nieuw. Een beetje glam. Ja, mag ook wel een keertje, toch? En dit is mijn make-up look. Of look. Waarom zeg ik altijd make-up look? Ik heb altijd gewoon hetzelfde op. Oh, ik heb trouwens een filter erop gedaan. Dit maakt je huid echt heel soft. Maar die ga ik even eraf halen. Ik weet niet of jullie verschil zagen met net. Maar je hebt dus een functie op deze camera. En dat is dus soft skin. Dan kan je zeg maar je huid een soort van blurren. Nou, ik heb hem uitgedaan, want ik vind het niet heel erg nodig. Ik heb trouwens weer een mooie lipcombinatie voor jullie. Oh ja, dit keer zal ik het wel even vertellen wat het is.
Dit is de lipcombinatie die ik op heb. Een lippenstift van L'Oreal. Deze kleur, echt super mooi. 520 Nude Intense. En dan heb ik ook een lippenolie eroverheen gedaan. Deze is van Dior. En dit is een rode lipolie. En dan ziet het er dus zo uit. De meiden zijn aangekomen in Rotterdam. Oh. En wij gaan eten bij The Basement. Lijkt hier naar New York. Altijd als ik hier loop, ben ik niet altijd twee keer geweest. Dan heb ik het idee dat alsof ik in New York ben. Heel lekker gegeten. Heel gezellig. En nu gaan we nog even bij 108. Ja, we gaan ook even daar kijken. Het is vandaag zondag. En ik heb gisteravond echt een gezellige avond gehad. Eerst lekker een hapje eten bij Basement. Echt een leuke tent, een aanrader. En daarna zijn we nog heel even, ik denk dat ik echt maar 3 kwartier was, naar 108 gegaan. En dat is dus ook een soort van café in de city. Als ik het daarmee kan en mag vergelijken. Maar dan wel wat leuker. Ik vind café in de city bijvoorbeeld niet meer zo. Ja, daar ging ik vroeger altijd heen. Ja, dus ik was 1:30 thuis of zo. En nu ben ik, nu is Niek Sjaan aan het uitlaten en... Ik heb Jessie net verschoond, flesje, jasje aandoen, want we gaan naar een verjaardag. Dus ik sluit hierbij ook de weekvlog af. Dankjewel weer voor het kijken van deze video. En dan zie ik jullie allemaal volgende week weer terug. Zeg maar doei doei. Doei allemaal.